zag niemand die maanden, helemaal niemand. En ja, toen had ik een foute levering en dat kostte me 23.000 euro. Oh mijn god. Ja, toen had ik al mijn geld kwijtgeraakt. Zo. In één jaar. Wow. Ja. Hoe was dat voor jou? Hoe heb je dat ervaren? Ja, het was de hel. Ik had echt een burn-out. Ja. Welkom bij de Bus Geniet podcast. Yes. En deze keer weer een speciale gast. Eerste podcast. Ja, superleuk. In real life. Ja, mijn eerste real life podcast. Mm-hmm. Dus ik vind het niet spannend. Maar ik hoor wel heel vaak dat ik echt heel veel onzin praat. Ja, misschien. Ik denk dat je genoeg interessante dingen te vertellen hebt. Ja. Naast mij zit Sophia Meijeren. Ja. Ja. En Sophia, ik heb jou denk ik een halfjaartje geleden tegengekomen op Instagram. Ik zag wat ik net ook al zei. Oh, unieke content. Allemaal tips over geld. Geld besparen. Geld verdienen online. Ja. Mega groei gemaakt in een korte tijd op social media. Jij verdient jouw geld online. Vinden heel veel mensen interessant. Ja. Dus ik denk dat deze podcast vooral ook interessant is als je benieuwd bent, hey, hoe kan ik online geld verdienen? Ik denk dat je daar het een en ander over kan vertellen. Ja. Maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw reis, want jij bent 2 jaar geleden pas begonnen of zo, toch? Ja, 2 jaar geleden. Oké, daar ga ik het ook over hebben. Ja. Mijn eerste vraag is altijd, waar kun je echt bewust van genieten? Waar kan ik bewust van genieten? Ik kan echt bewust genieten van katten. Van katten? Ja. Je hebt zeker ook katten. Nee, maar katten... Hoezo heb je geen katten? Mijn katten zijn overleden. Maar ik ben dus nu aan het kijken naar een naaktkat. Maar dat is nog best wel een dingetje. Okay. Want die dingen die moet je ook helemaal inolieën. Zo. Ja, dat meen je niet. Ja. Okay. Die moet je echt verzorgen, inolieën. Ja. En dat vlekt natuurlijk. Niet normaal. Oh. En ik heb net een nieuwe witte bank gekocht. Een witte bank? Nee! Oh, en witte stoelen in de woonkamer. Ja. Ik een stuk. Ja, dus dat is nog een dingetje. En ik heb dan een balkon. Maar super gevaarlijk. Mijn balkon heeft dus geen hek. Dus als je valt op mijn balkon, dan val je gewoon naar beneden. Oh nee! Ja, serieus. Ja, dus... ja, maar katten kunnen wel gewoon zichzelf opvangen. Ja, maar die naaktkatten die hebben dus geen vak. Dus als hun vallen, dan hebben ze gelijk 800 schaafwonden. Oh ja. Waarom wil je eigenlijk een naaktkat dan? Ja, ik heb een lichte allergie ontwikkeld. Oh. Voor katten. Dus ik hou van katten. Die kun je ook ontwikkelen? Ja. Hoe dan? Elke 8 jaar ontwikkel je volgens mij een nieuwe allergie. Oh, serieus? Ja. Dat wist ik niet eens. Of 7 jaar of zo, of 9 jaar. Iets in die richting. Oké. Okay. Ja. Dus dat is wel een beetje een dingetje als dat je lievelingsdier is. Mm-hmm. Dus ja, ik dacht, ja, naaktkat. Maar ja, ik dacht ook weer van, ja, ik reis veel, dus hoe doe je dat dan? En ja, die dingen die willen dus ook heel graag bij je bed liggen. Omdat ze dus naakt zijn. En dat vind ik dus helemaal geweldig. Oké, okay, ja. Ja. Maar iedereen aan wie ik het vertel, die zegt, nee, die enge dingen, die moet ik niet. En nou ja, ja, het is gewoon een kat. Het is alleen naakt. Ja, maar hij heeft niet een snorhaar. Ik dacht dat ze eerst nog snorhaar hadden. Ze hebben gewoon niks. Oké. Okay. Heel apart eigenlijk, hè, hoe dat kan of zo. Ja, volgens mij, je hebt ook van die naakthonden en die zijn dan gefokt als kruik vroeger. Kruik? Ja, als een kruik. Warme kruik. Oh. Van die windhonden. Oké. Okay. Die waren gefokt als kruik. Ik heb die nog nooit gezien. Ja, van die hele hoge poten. Het lijkt net alsof ze al 2 jaar niet hebben gegeten. Oh. Heel dun. Zo'n hele zo snel. Ja. Oh, ik weet ook wat je bedoelt, ja. Een hele dunne poten. Je ziet helemaal die ribbetjes zo. Gaatmager. Ja. Ja, die zijn dus gefokt als kruik vroeger. Lijp. Ja. Ik weet niet waarvan die naaktkatten zijn gemaakt, maar ik vind het helemaal geweldig. Ze hebben een verzorging nodig, ze zijn heel zacht aardig. Maar ze kunnen dus ook gestolen worden. Dus ik dacht, wat nou als ik nou een hek laat bouwen op mijn balkon en dan zo'n gaas zo naar boven span. Mm-hmm. En dan kan die kat gewoon op mijn balkon. Kan niemand de kat stelen, niks aan de hand. Die dingen zijn duur of zo? Ja, die kosten echt 1500 euro. Oh joh. Ja, dat is gewoon normaal. Ja, ik snap niet dat je dat gaat stelen, jongen. Mensen zijn toch niet goed? Ja. Doe het gewoon normaal. Ja, nee, ik was dus in de sportschool ergens, een nieuwe sportschool. Ja. En ik kom daar dus. En ik zeg tegen haar van,
mag ik hier een dag komen sporten? En ze zegt ze, ja, welke dag? Ik zeg, nou, nu. Weet je? Dus ik stond daar helemaal met gymkleding. Ja. En ze zegt, ja, is goed, heb je een slotje mee? Ik denk, oh, nee. Ik zo, nee, heb ik niet. Ja. Dus zij pakt zo'n slotje, ze zegt, ja, ik zou me alles bij je houden. Ook als je aan het sporten bent. Zelfs handdoeken worden hier gestolen. Flesjes water. Nee, joh. Ja, joh. Ja, ik vind dat dus mooi, hè. Want dat is in Nederland moet je dan je spullen bij je houden. En natuurlijk moet je dat overal een beetje doen. Wordt altijd gezegd. Ja. Maar in Thailand laat ik gewoon... Want daar hadden we het net over. Daar laat ik gewoon alles liggen. Gewoon mijn laptop op tafel. Dat boeit me allemaal niet. Nee. Maar ik heb ook... Ik geloof dus heel erg dat als jij dat 100% vertrouwt, dat het heel veel effect heeft op wat ermee gaat gebeuren. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Maar ja, je hoort ook wel van mensen, ja, ik vertrouw er 100% en toch werd gestolen. Ja, oké, dat is dan wel heel kut. Maar ik vind dat wel achterlijk dat, dat je gewoon, dat we zoveel dingen van elkaar stelen of zo. Ja, dat is bizar, hè? Ja. Maar ik hoor toch ook al vaak in het buitenland. Jij zegt dan van, nou, ik heb er 100% vertrouwen in. Maar je hoort toch ook al vaak van oudere mensen, weet je wel. Die zeggen dan van, nou, ik heb mijn mobieltje gewoon in mijn voorvakje en zo. En dat die dan juist... Nou ja, ligt eraan waar. Ik heb het nu over Thailand. Dus ja. Ik denk dat in heel veel landen in Azië, daar hoef je echt niet heel veel zorgen te maken. Nee. Maar inderdaad, weet ik veel, Barcelona of al die landen in Zuid-Amerika en zo. Ja, daar is veel meer criminaliteit. Ja. Nou, in Dubai hoef je het echt niet te proberen, want je hand wordt gewoon afgehakt. Ja, dat is ook chill inderdaad. Nou, in Dubai had ik echt een lijp verhaal gehoord over iemand die zijn tas was kwijtgeraakt in een winkelcentrum. Ja. Ja, een winkelcentrum, hè. Ja, honderden ja. toeristen ook, duizenden. Ja. Nou, ze hebben tot elke stap kunnen volgen met iets van 500 beelden. Ja. Tot waar iemand zijn tas had laten liggen in de winkel. Ja. En ze kwamen dus terug 2 uur later en die tas stond daar nog. Nee joh. Onaangeraakt, niks. Lijp. Ja, dat is echt lijp. Maar daar zijn ook zoveel camera's. Ja. Daar kan je niks doen. Nee. Ze hebben jou op 600 beelden staan. Ja. Ja. Ziek is dat. Ja, dat is echt heel anders dan Nederland. Ja. Maar bijvoorbeeld nu in Nederland heb je ook heel veel van die beveiligingssystemen en zo. Mm-hmm. In huizen. Ja, ik weet niet of dat nodig is. Maar aan de andere kant hoor je ook weer dat er steeds meer armoede komt. Mm-hmm. Dus dan denk ik van ja, misschien is het wel weer... Ja, ik vind het gewoon... Ik wil gewoon zo, met dat soort dingen wil ik me zo min mogelijk op focussen en aandacht geven. Omdat, ja, ik vind dat zo achterlijk. Hoe mooi zou de wereld zijn als we gewoon letterlijk dat niet meer hoeven. Als we gewoon alles kunnen laten liggen. Gewoon. Dat zou te pakken zijn. Daar willen we toch naartoe met z'n allen, of niet dan? Ja. Ik wel. Ja, ik snap ook de hele gedachte gehad niet achter iemands spullen stelen. Ik zou daar veel te bang voor zijn. Ja, nou ja, je voelt je daarna toch ook gewoon niet een goed mens. Niet goed. Gewoon. Ja. Dat zou je altijd, zou altijd in je blijven zitten. Ja. Ja, je hebt gestolen. Ja, oké. Okay. Mooie eerste afklappen met waar kun je best van genieten. Helemaal top. Heel even voor de mensen die jou niet kennen. Hè? Als ik aan jou vraag, wie ben jij? Wat is dan je antwoord? Nou, ik ben Sophia en ik ben 22 jaar oud. En op dit moment werk ik al 2 jaar online. Ik heb alles zelf opgebouwd. Ik heb al coaches gehad natuurlijk. En daar heb ik superveel aan gehad. Maar op dit moment help ik ook 350 andere mensen... door online geld te verdienen. En wat het mooie is, dat je natuurlijk heel veel kan reizen. Dus ik probeer dat ook echt te laten zien via mijn Instagram en mijn TikTok. En dat gaat echt fantastisch. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus dat is even kort wie je bent, vooral wat je doet. Ja. Ik vind dat interessant, hè. Dat hebben we al aangeleerd. En bij iedereen hoor je dan weer anders. Maar normaal komt altijd het riedeltje van, nou, ik ben die. Meestal is het ook nog, ik kom hier vandaan, ik ben zo oud en dit is wat ik doe. Oh. Maar... dat is wat je doet. Maar ik vind, ik vind wie ben je, vind ik altijd heel interessante vragen. Omdat je kunt daar 180 dingen op antwoorden. Ja, inderdaad. Wie ben je als persoon? Hoe zou je jouw persoonlijkheid beschrijven? Ja. Ja, wie ben je? Ik denk dat dat een vraag is die jezelf de rest van je leven stelt. Ja, 100%. Dat is, als je dat nu aan mij vraagt, kan mijn antwoord over 5 jaar zoveel anders zijn. Of morgen, of over 5 minuten. Ja, letterlijk. Ja. Dat is helemaal wereld anders. Ja, dat is echt zo. Weet jij al wie jij bent? Ja, stukjes wel, stukjes niet. Maar ik denk ook dat het een vraag is die je zelf inderdaad mag blijven stellen. Maar je hebt... Wat mijn antwoord vaak is... is ik ben. Dat was het.
Is dat je antwoord? Ja, ik ben. Ik ben. Oké, kijk. Alles wat je achter het woordje ik ben plakt. Dus ja. Ik ben een man van 22. Ja. Ik ben een Brabander. Ja. Dat zijn allemaal labels. Ja, oh, ja. Maar ja. Ook feiten, toch? Ja. Dus, maar wat zegt dat dan over jou? En ja. Wat blijft er uiteindelijk over? Dus je kunt heel veel dingen noemen. Mm-hmm. En je persoonlijkheid en je lichaam en wat je doet, et cetera. Alleen uiteindelijk, als je alles weghaalt, dan blijft er alleen over dat je aanwezig bent. Dat je er gewoon bent. Ik ben. Ja. Ik ben mezelf. Oh, dat is wel mooi. Ja, je kan het ook heel simpel beantwoorden. Ja, ik ben mezelf. Ik ben Sophia. Ja, maar ja, ik ben Sophia is de naam die jij hebt gegeven aan je ouders. Die kun je ook veranderen. Want als je die verandert, ben je dan iets anders of zo. Nee, ben je nog steeds. Ja. Dus eigenlijk geef je een soort van invulling. Of een meer frame. En iemand anders gaat weer een aanvulling geven. Want jij zegt bijvoorbeeld, nou, ik ben Brabander. En dan kan ik daar mijn eigen invulling aan geven. Ja, dan bedoel je toch meer van, ook als je naam verandert, dan ben ik nog steeds dezelfde persoon. Ja. Maar misschien de invulling die jij geeft over mij, verandert misschien op het moment dat ik een andere naam heb. Nou ja. Of dat is meer een vooroordeel. Nou ja, zo krijgen we allemaal projecties. Dus ja. Jij vertelt net, ik ben Sophia, ik ben 20 jaar oud. En ik verdien online mijn geld en ik help daar mensen mee ook. Ja. Dan heeft de ene persoon, die ziet jou als zo'n persoon en denkt, oh nice, ja. Interessant, ja. Oh leuk. En een andere persoon die heeft daar ergens bijvoorbeeld een negatieve ervaring mee. Ja. En die denkt, oh ja, is iemand niet nice. Weet je wel? Dus dat is heel grappig. Ja, heb je weer zo'n coach. Dat is heel grappig. Ja. Want als jij nu iets totaal anders had gezegd en we hadden er niet over gehad. Ja. Had iemand jou heel anders ervaren. Ah, dus zo, ik vind dat zo interessant hoe dat werkt, weet je wel. Ja. Dus eigenlijk ook de manier waarop iemand nu naar deze video kijkt is ook beïnvloed door de vraag die jij mij stelde van wie ben jij? Eigenlijk wel. Ja. Voor sommige mensen. Ja, voor sommige mensen kan dat inderdaad beïnvloeden hoe ze de rest van de video gaan kijken. Maar het mooie is, als je dan we gaan nu met jou en met allemaal verschillende mensen, met 10 andere verschillende mensen gaan we nu even een heel weekend met elkaar bespenderen. Ja. En we gaan niet allemaal over koetjes en kalfjes praten, maar we gaan gewoon letterlijk onze eigen shit aankijken en die met elkaar delen. Dan zie je eigenlijk bijna altijd dat we eigenlijk heel verbonden zijn met elkaar en dat er eigenlijk helemaal niet zoveel verschilt tussen ons. Ja. Dat we heel veel dezelfde struggles hebben en heel veel dezelfde verlangens, omdat we allemaal mensen zijn. Ja, dat is wel mooi. Ja, iedereen heeft het gewoon op een hele andere manier. Ja. Je hoort bijvoorbeeld ook heel vaak dat mensen zeggen van, ja, ik weet niet wie ik ben. Mm-hmm. Maar eigenlijk heb je heel veel mensen dat, alleen mensen hebben het vaak op hele andere vlakken in het leven. Ja. Ja, en ik denk dat die vaak, kijk, in heel veel stukjes heb ik ontdekt wie ik ben in de zin van, ja, wat past erbij? Wat zijn mijn persoonlijke waardes op dit moment? Ook dat verandert over de jaren heen. Ja. Wie ben ik als persoon? Wat vind ik belangrijk? Etcetera, etcetera. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar wel te ontdekken in wie je bent. Ja. Die vraag staat ook bij mij in wat ik doe best centraal. Okay. Maar ook in, als jij kijkt naar wat voor leven jij wilt leiden, wie zul je daarvoor moeten zijn? Welk stukje van jou moet je dan ontwikkelen? Ja. Zo zijn we eigenlijk een soort van leeg blad wat we zelf kunnen creëren. We kunnen creëren wie wij zijn. Als ik nu de keuze maak, ik wil obesitas hebben, dan kan ik heel veel zakken chips gaan vreten. Ja, dan weet je welke en op de bank gaan liggen. Maar ik wil iemand anders zijn, dus dan ga ik andere keuzes maken. Ja. En zo vervormt je persoonlijkheid. Ja. Maar jij bent altijd de aanwezigheid die ervaart dat je een persoonlijkheid hebt. Ja. Als je nou wat ik bedoel. Het is echt een heel diepzinnig antwoord, maar ik snap wat je bedoelt. Ik snap wat je bedoelt. En dat vind ik dus ook zo mooi, want wat heel veel mensen niet wordt aangeleerd, vooral dan bijvoorbeeld op school, is niet wie wil je zijn, maar dit moet je leren. Ja. Maar niemand weet waarom. Dus je krijgt zeg maar de stappen, maar je weet niet waar die stappen heen leiden. Ja. En ik denk op het moment dat je dus meer gaat doen met ondernemen, en of dat nou is online of offline of op welke manier dan ook,
dat je heel erg krijgt aangeleerd door je coach of door andere mensen die ondernemen van waar wil je naartoe? Weet je, mm-hmm. dat is altijd een vraag die wordt gesteld. Wat zijn je doelen? Ja. Waar wil je staan over 5 jaar? Ja, dat stellen ze je ook wel op school, maar dat is allemaal niet op dezelfde manier, zeg maar. Ja. En dat vind ik wel jammer, want dat hebben wij dan wel bijvoorbeeld aangeleerd om mm-hmm. te kijken van nou, wie wil ik dan zijn? Waar mm-hmm. wil ik naartoe? En dan heb je die stappen en dan ga je daarmee aan de slag. Mm-hmm. Maar op school krijg je gewoon van nou, hier heb je je wiskunde. Je ziet maar waar je naartoe gaat of yeah. wat je wil doen. En yeah. ik denk dat dat ook heel erg is van de generatie van nu, is dat ze niet snappen wat ze moeten doen met de informatie die ze krijgen. Ja, qua en dat, social media. Klopt, maar dat komt omdat er steeds meer bewustzijn ontstaat. Want vroeger gingen mensen maar gewoon, in ieder geval zo zie ik dat dan. Ja, ik doe het maar gewoon en woe. En ik ga ja. maar gewoon met de rest mee. En dat doen nog steeds 90% van de mensen. Maar omdat je nu op social media, wij allemaal zien, ook onze ouders en onze iedereen, ziet steeds meer, oh, je kunt ook zo leven. Ook, er is ook een andere mogelijkheid ja. om een leven ja. te leiden. Ja. En daardoor gaan mensen denk ik steeds meer stilstaan bij, klopt het nog wel? Of laat het eigenlijk ergens op wat we hier nou ja. aan het doen zijn volgens het systeem waarin we leven, et cetera. Ja, het is inderdaad meer de vrijheid die je dan niet ervaart, ja. die je dan wel bij anderen ziet. Ja. Maar vroeger was het inderdaad zo, maar het was ook, bijvoorbeeld als ik naar mijn vader keek, heel erg van, oh, je moet een vak kiezen. Mm-hmm. En dan ga je dat maar gewoon doen de rest van je leven. Ja, maar ook de rest van je leven. Dat ja, vind ik ook zo mooi. Maar leven. Dat hebben nog steeds heel veel mensen, ook van onze leeftijd, die denken dan, ik kies dit vak. En daar zit ik dan voor de rest van mijn leven aan vast. Maar dat is echt gewoon een ja. illusie gewoon. Ja, dat is echt. Je kunt gewoon ieder jaar iets nieuws doen als je ja, dat wil. Ja, ja, ja. Dat is toch ja. mooi? Ja, ja. Ik vind dat is toch dan, ik vind dat heel veel vrijheid. Van, oh ja, ik heb een keuze om iets anders te gaan doen. Ja. Maar op school wordt dat al afgeleerd. Want op het moment dat jij vakken moet kiezen. Ja. En jij kiest bijvoorbeeld een vakkenpakket zonder natuurkunde. Mm-hmm. En jij wil ineens piloot worden. Ja. Kan niet meer. Geen natuurkunde gehad. Oh ja, zo. Ja, ja, ja. Ja, 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 dus op school wordt dat wel al best wel van je afgeleerd. Ja, dat wordt al heel erg van, je moet nu een keuze maken, want doe je geen VWO? Dan kan je al sowieso geen arts worden. Ja, 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 ja. Dan ja. heb je dus van jongs af aan wordt dat wel een beetje erin gesleten. En juist met ondernemen probeer je juist heel erg bij te brengen van, begin gewoon met één ding, vind je het niks, ga je wat anders doen. Ja. Maakt niet uit. Ja. Leer je jezelf wat aan, heb je later wel wat aan. Ja. Kom vast wel van pas. Ja, 100%. En dat is ook denk ik de angst die mensen hebben als we voor het geld investeren. Mm-hmm. Dan zeggen ze, ja, dan is het weg, want ik maak nu een keuze. Mm-hmm. En die keuze heeft zoveel invloed, mm-hmm. Dat ik het niet meer terug kan keren. Of dat ik er niks aan, dat ik mogelijk een slechte keuze maak. Mm-hmm. En dat ik er dan niks aan heb gehad. Ja. Dat komt echt denk ik doordat je op school bepaalde keuzes moet maken waar je niet meer van terug kan komen. Ja. En dat wel je toekomst kan beïnvloeden. Ja, dat is inderdaad wel mooi hoe je dat bekijkt. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Want ja, als je studie kiest, dan zit je daar. Mm-hmm. Dat denken mensen dan ook. Dan zit ik er 4 jaar aan vast. Dat is niet helemaal waar. Want dan kun je gewoon stoppen. Ja, dan heb je een studieschuld. Ja, en dat wil je allemaal niet. Ja. En dat vind ik ook zo prachtig. Dat we dat dan allemaal heel normaal vinden. Om 10, 20k aan een studie te betalen. Ja. En als we dan hebben over 200 euro of 2000 euro... in jezelf investeren waar je de rest van je leven iets aan hebt. Ja. Ik ook hoor, een paar jaar geleden. Maar dat is op een gegeven moment zo veranderd. Ja. En ik vind dat zo mooi. Ja, ik denk dat ook echt die mindset. Maar ik denk ook juist weer dat dat komt van die 10k die bijvoorbeeld uitgeeft aan school. Want hoeveel mensen hoor je nou echt zeggen tijdens de studie van, oh, ik heb zoveel aan mijn studie. Ik hoor bijna iedereen altijd zeggen van, nou, ik vind mijn studie eigenlijk helemaal niks. Wat ik nou leer is gewoon eigenlijk, ik vind het heel saai. Ik snap eigenlijk niet waarom ik dat moet leren. Dus ook dat weer. Mm-hmm. Ze hebben een studieschuld opgebouwd. Ze hebben een studie moeten betalen. Ze konden bijna niet werken ernaast. Mm-hmm. Maar ze hebben wel een schuld van misschien 20.000. Ik ken zelfs iemand met 60.000 schuld. Ja, die heeft wel nog master daarna gedaan. Mm-hmm. Ja, weet je, die heeft wel echt het idee van, wauw, ik heb 60.000 euro uitgegeven en voor mijn studie eigenlijk niks. Mm-hmm. Dus daar wordt ook al de ingeprogrammeerd dat je geld gaat uitgeven, dat je er mogelijk niks aan hebt. Ja, maar dat is ook mooi, hè? Want dan ga je langer door, dan krijg je beter betaald. Maar je levert
paar jaar extra in, ja. waarin je bijna niet kan werken. Ja. Je bouwt in een paar jaar extra studieschuld op. Ja. Dus wat win je daar nou mee ja. als je gewoon gelijk bam begint met ja. ondernemen of experimenteren? En ja, misschien ga je 1-2 jaar voor bijna helemaal niks werken. Ik heb ook in de, want ik deed hiervoor iets totaal anders. Oh. Ik heb 1,5 jaar gewoon in een koffietentje gewerkt, daarnaast dit gedaan, toen dat gedaan. Maar ik helemaal de pestpleuris in gewerkt. En het lukte allemaal niet. En ik werd helemaal gek en janken en boos worden. Ja. Maar en toen uiteindelijk heb ik gevonden wat ik echt leuk vind. En ja. ben ik dat volle bak gaan doen. Ja. Toen lukte het wel. Wow. Maar ja, ik vond ja. het dat wel waard. Tuurlijk. Achteraf misschien denk je van, nou, als ik dit had geweten, dan had ik het nog een keer zo gedaan. Ja, maar het was wel kut. Ja, natuurlijk. Maar ja, dat, ieder als heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ik vond bij de Albert Heijn werken ook niet leuk. Nee. Maar uiteindelijk ging ik wel realiseren van, wauw, er werken hier mensen gewoon 20 jaar voor een salaris van 16 euro. Dat heeft zo erg mijn ogen geopend. Mm-hmm. Het grappige was, ik vond het nog leuk ook om bij de Albert Heijn te werken. Ja, maar als je het, zeg maar, ik geloof ook echt niet iedereen moet ondernemen, weet je wel. Nee. Gewoon, als jij, ik denk dat als je te veel twijfelt, niet bereid bent risico's of actie te ondernemen, moet je niet doen. Moet je gewoon niet gaan doen. Ja. Dat kun je leren, 100%. Ja, je kan wel iemands mindset shiften, want ook wat ja, jij zeker. Zei, jij vond het ook eng 2 jaar geleden. Dus ja. je hebt, denk ik, verschil tussen echt twijfel mm-hmm. en gezonde spanning. Ja, 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 tuurlijk, ja. tuurlijk, 100%. Maar ik denk inderdaad wel dat er nog steeds onderscheid is tussen mensen die beter niet kunnen ondernemen en mensen die ja, heel goed zijn in het bedrijfsleven. Een meisje die voor mij werkt, mm-hmm. een meisje, een vrouw, mm-hmm. die is onwijs goed. Echt onwijs goed. Maar mm-hmm. ik zou haar nooit aanraden om te gaan ondernemen. Oké. Okay. Omdat ik haar gewoon een hele goede teamplayer vind, heel erg goed inzicht. Ja, maar dat is ook mooi toch? Ja. Wie als ik, ook? Dat heb ik heel vaak de laatste tijd ook gezegd, als ik iets zou tegenkomen wat zo nice is, wat al helemaal is opgebouwd. En ik kan daar iets vervullen in dat team of in die missie. Ja. En ik vind het helemaal top. En ik heb daar ook bepaalde vrijheden. Of iets minder. Ja. Maar weet ik veel andere voordelen. Ja, ga ik het best doen hoor. Ja. Ja. Maakt mij niet uit. Nee. Ja, ik denk dat het belangrijkste is als je vrijheid behoudt, toch? Ja, je vrijheid behoudt in combinatie met dat je het wel echt leuk vindt. Ja, dat, ja, voor mij is dat wel hetzelfde. En dat je het online kan doen, toch? Want ik denk dat dat ook wel ja, een factor... Oh. Ja, nee. Als ik... ik ga op een gegeven moment volgend jaar... Dus niet dat je volgend jaar hebt tegen jou verteld... Hè, wil ik voor weer een langere tijd naar het buitenland. En dan wil ik bijvoorbeeld daar iets gaan doen. Ken jij Ecstatic Dance? Nee. Okay, ja. Wat is dat? Oké, fucking leuk. Dat heb ik ook vorige keer met een vorige event bij mij gedaan. Ja. Het is zeg maar, gaat met een groep mensen, kom maar ga je dansen. En je hebt een DJ, maar er zijn een paar regels. Normaal als je naar een festival gaat, dan gaan er veel mensen alcohol drinken en drugs gebruiken. Ja. Dat doe je daar niet, helemaal niks. Dus iedereen is nuchter. Nou, en dan hebben mensen, zelfs als ze met alcohol of drugs, hebben nog steeds heel veel mensen van, hoe kan ik wel helemaal losgaan? Of wat zullen mensen van me denken? Bla, bla, bla. Ja. En het ding daarin is dat je dus gaat dansen alsof er niemand aan het kijken is. Je gaat gewoon helemaal los. Helemaal hoe jij het wil. Al ga je op je kop staan, rollen, maakt niet uit. En wat je dan gaat doen is... je hebt dus geen alcohol of drugs. Ja. Er wordt niet gepraat. Niet gepraat. Niemand maar praat. Je mag geen geluid maken. Niemand praat. Dus je gaat echt dansen, zeg maar. Okay. In plaats van, ja. Oeh, leuk, leuk. Ja, ja. Nee, ja. Je gaat echt dansen. Gewoon ja, jezelf. Jezelf. Ja. En dan zul je merken dat je op het begin heb je een beetje van die stem van oeh, en dan zit je in het lichaam nog een beetje vast. Ja. En op een gegeven moment kom je gewoon helemaal los. En dan wordt er van alles met die muziek en dan gaat iedereen helemaal los. En dan af en toe schreeuwen mensen van oeh, weet je wat leuk. Ja, wat leuk. En even kijken. Ja, en geen telefoons of niemand filmt, zeg maar. Zodat het echt gewoon, je gaat gewoon ja, lijp dansen. Gewoon. En je gaat helemaal los. Het zou wel een beetje schande zijn als iemand dan... Ja, nou ja, dat maakt op zich niet uit als iemand zo'n film maakt van veraf, maar als je helemaal... Ja, nee, sorry, nee, dat is natuurlijk niet chill. Nee. Nou ja, wat er dan gebeurt is dus dat je helemaal echt in jezelf komt en je voelt jezelf helemaal. En op een gegeven moment ga je dan eigenlijk best wel veel die fijne gevoelens ervaren die je bijvoorbeeld ervaart als je alcohol hebt gebruikt of drugs of wat dan ook. Wauw. En dat is de ene keer intenser dan de andere keer. Ja. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk gewoon... in je lijf ja. zakt, in plaats van dat je in je hoofd zit. Wauw, en wanneer is dat event?
Oh nee, dat heb ik al gegeven. Ja. Het was een eenmalig iets, zeg maar. Nee, ik heb dat gegeven. Ik had een event gegeven en daarin had je ook Ecstatic Dance. Oh, oké. Okay. Maar jij hebt het georganiseerd, toch? Ja. Dus en je zou het opnieuw kunnen geven. Ja, dat ga ik ook 100% nog een keer doen. In de komende event zit er geen Ecstatic Dance in. Oh. Ja, wel iets anders. Heb je me net overtuigd? Ja, maar ik wilde het vertellen, omdat ik had dus in Thailand, heb ik dat dus random gedaan. Ik heb random een Ecstatic Dance. Dat was, sloeg helemaal nergens op. Ik snap nog steeds niet echt hoe grappig het eigenlijk is dat als je gewoon iets gaat doen, dat het gewoon kan. En dat vaak alleen maar gedachten uit tegenhouden. In ieder geval, doordat ik dat heb gedaan, denk ik van, misschien kan ik wel in Thailand in Koh Tao dat gewoon gaan opzetten, dat wekelijks gaan doen of zo. Oh, weet je wel? Nice. Dat is toch vet. Ja. Dus dat lijkt me dan mooi als ik daar straks ben en dan dat ga opzetten. Maar al zou ik dat in Nederland gaan doen, dat zou ook kunnen. Maar daar ben ik nu even niet mee bezig. Nee. Ja, dus dan zou ik een locatie niet erg vinden. Ja. Snap je? Ja. Jij bent eigenlijk al meer bezig met de toekomst. Kijk, het is ook een beetje onlogisch als je nu hier al gaat opzetten, terwijl je straks naar het buitenland gaat. Ja. Dat is niet logisch. Ja, en ik vind het dan leuk om events te geven, maar dan ben je niet elke dag op een event, snap je? Dus dan ben je naartoe. Ja, want stel je zou dan zoiets doen, zou je dan echt wekelijks zoiets doen? Geven of maandelijks. Als ik dat dan echt consistent wil gaan doen, dan wel. Ja. Een event, daar zit best wel veel werk aan en dat kost best wel veel energie, dus daar werk je dan wel naartoe. Dan ga je niet iedere week of iedere maand doen. Dat zou wel heel zwaar zijn. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ik zit te denken, een event, als je dan financieel gaat bekijken, als je dat bijvoorbeeld gaat geven in Thailand, daar verdienen mensen natuurlijk veel minder. Dus nee, maar toeristische plekken. Oh, dan zou je het meer aan toeristen... Ja, gewoon wel voor toeristen. Ja, precies. Oh, kan niet eens Thais, dus dat wordt ook lastig. Ja, dat wordt wel... Samai, ik sta in hands. Moet je mensen gewoon uitleggen dat ze moeten gaan dansen. Ja, nou, succes. Ja, dat wordt hem niet. Nee. Dat moet je mij ook niet neerzetten. Dat werkt niet. Ja. Maar ik zou wel komen. Dan, als jouw vriendin er dan ook is, dan... zou ik wel een keertje komen. Dat is wel leuk. Is goed, ik laat weten. Ja, mag je dat nou gaan organiseren? Want je hebt me net overtuigd. Ja, dat is echt leuk. Als ik je dan nog een keer... Misschien dat ik het gewoon nog random ineens dit jaar extra geef of zo. Dan ga ik het laten weten. Ja, ik ben best wel iemand die... omdat ik al aan jou vertelde, niet echt heel veel vrienden heb, vind ik het soms wel lastig om echt mezelf te zijn in het openbaar. Mm-hmm. Ik heb ook best wel angsten voor andere mensen en zo. Mm-hmm. Het was heel raar, want ik ben natuurlijk gewoon coach. En als je mij op een coaching call hebt, ben ik super gezellig. Maar dat is allemaal één op één. Mm-hmm. Zet je mij in een groep, dan word ik ineens helemaal... Maar je hebt wel gesproken van een groep. Ja, maar het grappige is, dan ben ik alsnog alleen op het podium. En ik ben niet aan het praten met mensen. Oké, ja. Dus als we hier nu een cirkel gaan doen... Ja, dan ben ik waarschijnlijk heel de avond stil. Oeh. Of ik praat maar met één iemand. Interessant. Dat is een soort van comfortzone. Maar dat is wel leuk om op die manier dan een keer uit je comfortzone te stappen. Ja, dat bedoel ik. Want zo'n groepsdynamiek kan wel heel fijn zijn. Ja, het is ook een beetje dan loslaten van je angsten. Mm-hmm. Tenminste, zo voelt het voor mij, omdat je dan met mensen bent die je niet kent. Mm-hmm. En dan helemaal jezelf moet zijn. Ja, maar dat hebben wel veel mensen. Ik zie dat ook, weet ik veel, bijvoorbeeld op het vorige event wat ik heb georganiseerd. Er zijn veel mensen bij die dan daar op begin aankomen en dan gebeurt er nog even niks, iedereen komt binnen. Ja, tuurlijk. Dan heb je altijd awkward. Nee, ik heb dat dus niet gewoon. Jij hebt dat niet? Nee, helemaal niet. Nee, ik sta daar en ik observeer de omgeving en ik zie mensen en ik praat af en toe. Oh. Dat vind ik niet erg. Maar ik snap het wel, want ik heb dat wel ervaren in het verleden. Maar wel iets minder omdat ik op vakantie altijd alleen vrienden moest maken. Oh, ja. Jij bent de enige kind. Ja, ik heb geen broers. Ja, ik ook hoor. Oké. Ja, ik heb daardoor zeg maar geleerd op de camping. Ja. We gingen al naar campings. Ja. Moest ik altijd in mijn eentje op de groep af. Ja, dat is top. Daardoor heb ik heel erg sociale vaardigheden leren ontwikkelen. Oh. Ja. Heb je dat niet gehad? Of stond je nooit op de camping? Jawel, ik deed dat wel. Maar ik heb het een beetje afgeleerd denk ik. Omdat ik dan zoveel thuis zit en zo. Ja. In mijn eentje. Laten we daar eens even... Want we zijn gewoon helemaal... Ik vind het helemaal fantastisch. Ik ben benieuwd naar dat stukje. Ja.
Ik ben eigenlijk eerst benieuwd, je bent nu 22. Ja. 2 jaar geleden ongeveer is jouw reis begonnen van ondernemen en zo. Ja. Kun je even kort beschrijven, wat deed jij hiervoor? Voordat jij begon? Studie, baan, weet ik veel. Wat deed je toen? En ja, hoe leefde jij toen? Hoe zag jouw leven eruit? Ja, ik ben nog maar 1 jaar afgestudeerd. Dat weten ook heel veel mensen niet. Ja, ik heb gewoon alles gedaan na mijn studie. Dus ja, als je nog studeert is dat ook geen excuus om niet te beginnen met online ondernemen. Nee, maar dat is altijd een... mensen hebben altijd... Excuus, ik ga even kijken of de camera gaat staan. Ja. Mensen hebben altijd een... Oh, wacht even. Dit knip ik wel uit. Ja, de eerste keer dat je gaat knippen... Nee, ja, soms als ik zoiets doe, dan knip ik het zo. Oh, dan wel. Oké, okay, dat is de uitzondering. Ja. Oké, okay, dan weet ik dat. Ja, 2 jaar geleden, toen zag mijn leven eruit als gewoon naar school gaan, Albert Heijn, elk weekend uitgaan, alcohol drinken, festivals pakken, als vluggelmeisje in de rondte op festivals. Het was gewoon, ik was niet heel rebels. Maar ik hield wel gewoon van leuke dingen doen. En ik was niet serieus met het leven bezig. Maar ik had wel altijd een hele hoge drive om op school te presteren. Dus waar komt die vandaan, denk je? Ja, toch denk ik onzekerheid. Dat ik gewoon ergens goed in wilde zijn. En ook omdat waarom? Waarom ik ergens goed in wilde zijn? Waarom wilde je dan daar ergens goed in zijn? Ja, om gewoon mezelf te kunnen laten zien, zeg maar. Aan? Ja. Gewoon aan mijn ouders en gewoon anderen van, oh, je bent wel wat. Omdat ik eigenlijk al werd gepest op de hele lage school. Mm-hmm. Dus toen ik echt 4, 5 was en toen ben ik van school veranderd. Dat is echt gewoon heel klein, weet je. Als je dan al je buitengesloten voelt, dat maakt dan best wel een indruk op. Ja, zeker. Ja, en dat heb ik toen heel erg meegenomen. En wat ik wel jammer vind is dat omdat ik die ervaring heb gehad, heb ik de rest van mijn leven zeg maar zo gekeken naar andere mensen. Van, oh, ik word sowieso weer buitengesloten. Dus net als dat je gaat letten op een rode auto, dan zie je alleen maar een rode auto. Dus ja. Zo heb ik ook mijn hele schooltijd daarna ervaren. Als dat ik altijd maar de buitenbeentje was en niet bij hoorde. Maar soms dan vraag ik mezelf wel af van, ja, is dat omdat ik daar zo erg op ging letten? Omdat ik dus dat heb meegemaakt? Mm-hmm. Of is dat gewoon echt omdat ik er ook buiten viel? Maar ja, ik ben nu wel heel dankbaar daarvoor. Want daardoor heb ik die drive ontwikkeld. Ja, ik hoop niet dat je die gekke hamers op de achtergrond hoort. Maar mooi hoe je dat uitlegt. Ik denk... Dat je dus, dat zie je vaak, hè? Dat dan heb je iets meegemaakt in je verleden en dan ga je dat constant weer hermanifesteren, zo noem je dat dan. Dus dan, ja, waarom gebeurt het nou weer? Omdat je daar dus blijkbaar iets hebt te leren of zo. Ja. Maar ik denk dus dat je dat soort van, niet dat jij iets fout doet van, oh, je hebt het zelf gedaan, maar je laat het soort van gebeuren door jouw eigen gedachten. Ja. Dus jij denkt, ik word buitengesloten, je gaat je gedragen alsof je iemand bent, die wordt buitengesloten. Ja. Mensen gaan je buitensluiten. Ja, ja, zo gaat het echt. Ja. Ja. En omdat je klein bent, kan je niet reflecteren van, oh, ja, nu ga ik alleen maar op letten, dan ga ik het ook zien. Ja. Nu kan ik dat tegen mezelf zeggen. Ja. Want ik moet daar niet aandacht aan geven, want dan gaat het juist groeien. Ja. Maar als je klein bent, dan denk je zo niet. Maar dit is wel leuk. Dit is dus iets wat ook dus heel centraal staat, waar we het over hadden van, wie wil je zijn? Ja. Dat geef ik ook altijd mee, ook als je luistert. Super chill. Stel je wil iets ontwikkelen in jezelf. Er is al een versie van jou en die kun je ergens inbeelden, visualiseren, die al die vaardigheid heeft ontwikkeld. Dus als ik bijvoorbeeld aan jou vraag, hoef je nu niet uitgebreid antwoord op te geven, maar kun je een keer letterlijk gewoon gaan uitschrijven van, wie is Sophia die gewoon super relaxed als zichzelf in een groep zit of praat? Hoe ademt ze? Hoe loopt ze? Hoe zit ze erbij? Hoe denkt ze na? Hoe kijkt ze? En als je dat allemaal gaat opschrijven en je gaat dat visualiseren, dan kun je zeg maar op die manier daarmee verbinden. En als je dat dan bijvoorbeeld net van tevoren gaat doen, steeds als je een groep in zou gaan, dan kan dat helpen om in de juiste energie te staan. Mm. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus je manifesteert eigenlijk de beste versie van jezelf. Ja. Voordat je iets gaat doen waarbij je die versie eigenlijk wil zijn. Juist. Ah. En dan gaat niet in één keer pief, paf, poef, ik ben die versie, maar wel door dat te oefenen. Ja, oké. Dit is de reden waarom ik lang haar heb ik vaker een keer in de podcast gezegd.
Omdat ik mijzelf over 5 jaar zag ik mezelf met lang haar. Ja? Ja, serieus. Niet. Ja. Nee. Ja, ik zweer het. Ik wil nog aan je vragen van, hoezo heb je eigenlijk lang haar? Ja, omdat ik gewoon benieuwd was. Ja. Niet judgy of zo. Ja, ja, ja. Ja, ik was gewoon benieuwd eigenlijk, maar nu weet ik het. Ja. Oké, okay. Nice. Heeft het nog een andere reden dan dat je dat gewoon... Nee, ik heb letterlijk, ik zat dus te visualiseren van hoe zie ik er dan uit. En ik zag, ja, ik zag gewoon mezelf wat dingen doen en zo. En toen zag ik mezelf dus met lang haar. Toen dacht ik, oké, okay, gaan we de haar laten groeien. Maar ben je dan ook echt zo visueel ingesteld? Ja. Ja, ik heb daar wat moeite mee. Oké, okay. Ja, je hebt als mensen, we kunnen het alle drie. Dus we hebben auditief, dus met geluid. We hebben visueel, dus met beelden. En we hebben kinetisch, dus met gevoel. Ja. Heb jij de eentje het meeste? Oh, zeg maar dat je dingen... Als ik nu zeg van, weet ik veel, een Ferrari. Kun je dan vooral dingen... Dat je een gevoel hebt bij die Ferrari. Of een geluid. Ja, of ik denk beeld. Ik denk eerder gevoel. Een gevoel, oké. Okay. Ja. Dat hebben de minste mensen kinetisch. Oh, kinetisch. Hè? Ja, alleen je hebt ze alle drie. Dus je kunt ze ook ontwikkelen. Oh, ik denk dat ik... denk ook wel dat ik bepaalde dingen in mijn leven heb bereikt. Omdat ik dingen... Voel. Ja, dat is ook super belangrijk. Ja. Want jouw onderbewustzijn is je connect met je emoties. Dus hoe meer jij kan voelen wat je wil realiseren, ja. hoe meer jij het manifesteert. Omdat je dan in die energie gaat zijn, ja. Alsof het al zo is. Dus dan zit je in de, wat ze dan noemen, frequentie, vibratie van die realiteit. En dan ga je de dingen aantrekken die diezelfde vibratie hebben. Het is eigenlijk zo simpel. Als je het, in ieder geval, ik vind het heel... simpel. Ik hoop dat iedereen het kan begrijpen wat ik nu zeg. Ja, je hebt twee soorten van wat je zegt. Want ik heb er wel eens een video over gekeken. En toen zei ze, ik weet niet meer hoe het heet, maar het heeft 2 apart woorden. Maar in ieder geval voor van manifesteren waarbij je gewoon denkt aan hetgene wat je wil worden of zijn. Of wil krijgen of whatever. Ja. Wil kopen. En dat je dat dan 1 keer uitspreekt. En dat je daarna helemaal niet meer over na moet denken. Oké, okay, ja. En je hebt een vorm... van dat je echt regelmatig dat moet inbeelden. Okay. En er naartoe gaan. En je hebt een soort van twee soorten geloven daarin. Oké. Okay. Van wat mensen geloven. Yeah. Ik denk een beetje van beide. Dus ik denk niet dat je er letterlijk constant mee bezig moet zijn. Want dan ben je te veel aan het... Vaak aan het ga je te veel automatisch duwen van... Ik wil het hebben. Ja. Zoals, ik kunt het makkelijk vergelijken met man-vrouw. Als jij je hebt dan een relatie, maar stel je een knappe man. Vind je aardig, ben je helemaal tof, die wil je even scoren. Als je dan te veel gaat handelen van ik wil je hebben, dan ga je wegpushen. Dat is niet aantrekkelijk, toch? Als iemand dat bij jou doet. Nee, als een man naar jou toe komt, zou dat niet aantrekkelijk zijn. Nee, voor bijna niemand. Want dat is gewoon hoe aantrekkingskracht werkt. Ja. Ja, volgens de natuur is dat inderdaad niet hoe het werkt, nee. Ja, maar als iemand nu, het is meer, zeg maar, aantrekt, dus je kan het ook loslaten. Dus je laat wel merken dat we geen wil hebben, of nou een persoon of iets anders. Maar je kan het ook weer loslaten, dan is het aantrekkelijker, snap je? Ja, dan komt diegene juist. Ja, dat is wel echt zo. Dus ik denk de combinatie van het wel actief... het voelen of het zien of het uitspreken met affirmaties of het visualiseren of het opschrijven. Ja. Maar het ook volledig kunnen loslaten dat je het niet te craving hebt, weet je wel. Ja, ik denk wel dat daar nog een hele belangrijke tussenstap in zit. Want ik denk dus dat heel veel mensen manifesteren dus alleen zo zien. Ja. Maar ik denk dat, omdat het voor ons misschien normaal is... Mm-hmm. Dat heel veel mensen de stap vergeten... Om actie te ondernemen. Om actie te ondernemen. Ja. Nadat je zoiets denkt van, nou, ik wil dat. Yeah. Dat je dan ook gaat nadenken van, nou, dan moet ik morgen dit doen. En dan moet ik de dag erna dat doen. Stel iemand, even kort door de bocht, zegt, ik wil 1 miljoen. Mm-hmm. Dan is het leuk als je dat gaat manifesteren. Mm-hmm. Maar je moet niet vergeten dat je ook wat moet doen, hè. Yeah. 1 miljoen, het is niet, om niet uit de lucht gevallen. Nee. En dat is denk ik wat wij dan wel snappen. Dat je voor alles iets moet doen. Heel veel mensen die vergeten soms die stap. Mm-hmm. Consistent zijn. Mm-hmm. En blijven manifesteren. Mm. Ja, maar dat is, zeg maar, dat zeg ik...
zeg ik vaker in law of attraction zit het woord action. Ja. En dat is de belangrijkste, zeg maar, uiteindelijk. Als dat niet gebeurt, dan gebeurt er helemaal niks. En ik denk juist dat visualiseren, et cetera, dat zijn extra tools die je daar 100% bij gaan helpen. Want ja, zonder dat had ik denk ik ook veel minder kunnen realiseren in een kortere tijd. Ja, ja, dat is vooral, ja. Maar uiteindelijk is het gewoon massieve actie ondernemen. En dat zie je uiteindelijk ook bij iedere filosofie. Als je kijkt naar Think and Grow Rich. In het boek staat ook gewoon dat. Als je kijkt naar mensen die extreme dingen hebben bereikt, hebben ze daar extreme dingen voor gedaan. Ja, snap je? Ja. Ik denk dat iemand die bijvoorbeeld, ik kijk nu, hoe heet die serie, Special Forces. Ja. Nou, daar heb je zo'n vrouw die schaatser is. Ik vind haar echt geweldig in de serie. Zij heeft verteld dat zij zo graag kampioen wilde worden. Ze had last van de knie. En ze is gewoon blijven schaatsen. Zo ver dat na de kampioenschap ze geopereerd moest worden aan de knie. Zo. En ze wist dat vooraf al wel een beetje van, als ik hiermee doorga, ga ik wel goud halen. Maar ik ga ook geopereerd moeten worden. En ze ging gewoon door. Zo, ja. Lijp is dat. Dan heb je echt, dan ga je niet alleen maar uit van, oh, ik heb gevisualiseerd. Nee, maar dat is het ding, hè. Conor McGregor, die ken je denk ik wel, toch? Ja. Die Engelse vechter. Ja. Hij heeft heel veel op YouTube staan van hoe hij de Law of Attraction visualisatie heeft gebruikt voor zijn wereldkampioenschap. Hij heeft in de tijd dat hij nog beginner, nog totaal geen kampioen was. Hij zei al, ik zie mezelf als kampioen, ik ben een kampioen, ik visualiseer het, bla, bla, bla. Precies. Hij heeft hele dingen over. Maar dat is het ding. Je gaat het visualiseren. Je zet jezelf in die energie. En vanuit daar ga je bewegen. En de acties ondernemen die daarbij horen. Ja. Dus hij heeft niet visualiseren dat ik kan. Ja, hij heeft visualiseren met welke hoeks die knock-out slaat. Ja. Maar ook trainen. Snap je? Ja. Keihard. Elke dag. Ja, dat is echt belangrijk. Ja. Ik denk sowieso dat de generatie na ons wel wat luier is geworden. Doordat alles makkelijker wordt gemaakt. Ja, ik was ook lui. Ja. Ik weet niet hoe jij was, maar ik bedoel, we zijn als... Ja, ik was ook wel redelijk lui. Ja, 100%. Je eten wordt gemaakt. Boodschappen worden betaald. Oh, we gaan op vakantie? Papa heeft betaald. Weet je dat? Tuurlijk, als je 16 bent, kan je dat ook nog helemaal niet betalen. Maar ja, daardoor zijn we wel zo lui geworden. Ja, maar toch met een heleboel andere dingen ook. Hè. Ik bedoel, soms dan verbaas ik me daarover waarom je een knop hebt om de deur open te maken. Je hebt er gewoon een klink. Ja, je kunt gewoon je hand uitstrekken, jongen. Godmonde jullie. Ja, echt. Allemaal van die onzin dingen gewoon. Ja. Maar je hebt ook AI. Ja. Dan heb je ook voor- en nadelen. Want het nadeel kan je zien als in mensen worden lui. Ik denk alleen maar, wow, meer geld kan je verdienen daardoor. Het maakt dingen efficiënt. Dat moet je wel weten. Ja, maar dan moet je wel in die mindset zitten van, dit gaat mij niet lui maken, dit gaat mij beter maken. Ja, maar ik denk wel dat het sowieso een voor heel veel mensen het gaat een stukje menselijkheid denk ik ook wegnemen. Ja. Voor de mensen trouwens die niet weten wat het is, want het wordt steeds bekender, maar heel veel mensen weten nog steeds niet. Artificial intelligence. Ja. Is dus ChatGPT. Ja, die chat gewoon, GPT. Ja, ja, die gewoon letterlijk gewoon soort van alles weet. Ja. En die allemaal lijpe dingen voor jou uit kan werken. Zo, maar daardoor ga je wel krijgen dat op een gegeven moment gewoon, dit is gewoon een heel mooie fucking lijpe iets wat ons nog harder gaat verneuken, omdat we nog dommer worden, nog luier. Snap je? En als je zo naar kijkt. Ja, als je zo... Dat klopt wel. Dat klopt wel. Het is mooi hoe je het bekijkt. Maar heel veel mensen gaan niet eens kijken van, oh, hoe zal ik het gaan bekijken? Die gaan het gewoon, oh, oké. Okay. Oh ja, die gebruiken het gewoon. Die consumeren het. Ja. Maar dat komt ook omdat wij zo worden opgevoed. Ja. Als de mensen die alleen maar consumeren. Dus dan snap ik ook dat je kijkt naar dat platform van, oh, lekker makkelijk. Dat denk ik ook. Maar ik denk niet aan de kant van consumeren. Ik kijk aan de kant van, hoe kan ik het inzetten? Hoe kan ik het inzetten zodat mensen mijn dingen consumeren? Ja. Zoals bijvoorbeeld mijn video's. Ja. Ja, ik gebruik het nog niet. Nee? Nee. Nee. Ik weet niet, ik vind het gewoon niet... Ik vind het nog niet nice. Ik kan het best dat ik het ga gebruiken, maar... Ik snap het. Het gaat tegen je natuur in. Ja. Ik vind het gewoon echt... Maar weet je wat het is? Je kan het niet tegenhouden. Nee, dat weet ik. Ja. Je zult waarschijnlijk op een gegeven moment mee moeten. Maar ja. Ja, het heeft wel voordelen als je de voordelen goed inzet. Ja, dat klopt.
Maar om daar niet te veel over in te gaan, ik denk dat heel veel mensen een flauw benul hebben wat het eigenlijk is. Nee, dat is ook verder niet interessant. Heel even terug naar jouw reis, want jij ging gewoon ieder weekend drinken, je hebt je studie afgemaakt. Ja. Gewoon een typische studentenleven, zeg maar. Ja, ik woonde samen met andere meiden, ja. Een paar keer zelfs. Wat veranderde dat? Wat is de verandering geweest in jouw leven? Waardoor je andere keuzes bent gaan maken, waardoor je bent gestart met ondernemen? Vertel. Ja. Ja, ik ging toen uit huis, want ik woonde met twee meiden samen en was gewoon te veel gedoe onderling. Mm. En ik was best wel dedicated met school, dus ik heb altijd wel gehad dat ik ergens in wilde presteren. En destijds was het altijd met school. Ik moest minimaal 7 halen, anders was ik gewoon niet tevreden. Maar ik was ook een hele moeilijke leerling. Ik kon heel moeilijk leren en zo. Dus ik heb altijd keihard moeten werken voor alles, weet je. En daar ben ik nu heel blij mee, maar vroeger dacht ik altijd van ja... Weet je, andere mensen leren een dag van tevoren, die halen nog een 6. Ja. En ik moet gewoon een maand van tevoren en ik heb net aan een 7 of zo, weet je. Ik moet echt keihard gaan. Maar achteraf gezien, ja, daar heb ik nu wel profijt van in mijn werk. Maar goed, toen ben ik uit huis gegaan. Toen woonde ik 8 maanden alleen thuis bij mijn moeder in huis. En mijn moeder zat destijds in Spanje met mijn stiefvader. En ja, ik was echt wel alleen, want het was corona en... Ja, ik had niet heel veel vrienden meer. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar ik had gewoon niet heel veel vrienden meer. Heel veel focus op school. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment kwam ik via Instagram in aanraking met iemand die dus geld verdiende met dropshipping. Mm-hmm. En toen ging ik gewoon vragen van, joh, wat is dat en zo. Ja. En toen ben ik bij een cursus gekomen. Toen heb ik coaching gehad. Het kostte me €1500. Dat was al het geld van Albert Heijn dat ik op dat moment had gespaard. Mm-hmm. En ik had ook gewoon een studiefinanciering aan. Dus ik had ook echt niet veel geld of zo. Ja. En toen ben ik gewoon begonnen met dropshipping. En dat ging toen heel lang goed. En gewoon ja, gelijk ook? Ja, vanaf het begin ging het wel redelijk. Het was gewoon een salaris... meer dan de Albert Heijn. Oké, okay, welk dus jaar was het toen? 2020. Oké, okay, op zich eind, nog. Eind, zoiets. Ja, oké. Okay, dat was toen net voor die switch kwam, dat dropshipping gewoon helemaal... Ja. Ja. Dus ik had nog net een beetje de goede tijd meegemaakt om wat ervaring op te doen. Maar op het moment dat ik echt wilde knallen, toen werd Facebook anders. Weet je, toen kreeg je meer privacyregels. Ja, ja, ja. Toen werd het gewoon kut. Mhm. Maar ik begon mijn plezier te halen uit... het online werken. Mm-hmm. En ik begon een team op te bouwen met allemaal buitenlandse mensen die voor me wilden werken. Ja, ik had geen idee waar ik personeel vandaan moest halen, weet je. Ik was ook heel jong. Mm-hmm. En toen haalde ik echt mijn blijheid uit iets opbouwen voor mezelf. Niet meer uit op een feestje staan of alcohol drinken. En toen ben ik ook gelijk gestopt met alcohol. Ik ging 5 dagen in de week sporten. Ik sliep echt maar 6 uur per dag, want ik ging de hele dag die webshop in de gaten houden. Mm-hmm. Ik had nog stage 40 uur in de week. Het was echt gewoon gas geven. Ik zag niemand die maanden, helemaal niemand. En ja, toen had ik een foute levering en dat kostte me €23.000. Oh mijn god. Ja, toen had ik al mijn geld kwijtgeraakt in 1 jaar. Wow. Ja. Hoe was dat voor jou? Hoe heb je dat ervaren? Ja, het was de hel. Ik had echt een burn-out. Ja, je had er echt een burn-out gekregen gewoon. Ja, ik wist nog niet eens wat een burn-out was op dat moment. Maar achteraf gezien denk ik wel dat ik een burn-out had. Want ik kon mijn e-mail niet meer openen. Omdat ik zoveel bedreigingen kreeg. Omdat ik moest iedereen terugbetalen. Omdat het een foute levering was. Want een foute levering voor mensen die niet weten wat het is. Heel snel. Ja, zeg maar, je koopt wat in. En dat werd dan geleverd bij de mensen thuis. Maar ik had het product wel thuis gekocht. Ik had het al ingekocht, ik had het al getest, het was helemaal top. Dus ik had het wel een paar keer verkocht, maar ik had nog niet echt advertenties gedraaid. Ging ik advertenties draaien, dat ik meer dan 1000 items verkocht. En toen had die leverancier mij gewoon genaaid. Die had maar een deel van het product opgestuurd naar die klanten. Nee joh, oké. Okay. Ja. Dus ik kreeg allemaal boze e-mails van, nou, ik heb maar een deel ontvangen. Wanneer ontvang ik het andere deel? Dus in het begin was het nog best wel aardig voor mensen. Sommigen waren wel gelijk boos, maar... En toen gingen zoveel mensen hun geld terugstorten dat de betaalprovider mij had geblokkeerd. Mm-hmm. En toen moest ik al die mensen handmatig gaan terugbetalen. Dus invoeren met de rekening, beschrijving erbij, dit is een refund, want je boekhouder moet ook weten waarmee je dat geld terugstuurt. Mm-hmm. En ik kreeg gewoon elke dag gewoon
dreig e-mails. Mijn vader werd opgebeld. Jezus. Die was gewoon gevonden via Google. Om een productje? Of waar, ja, van 20 euro. Ja, nou ja. Ik snap dat eigenlijk, ja, niet. Ik kreeg advocatenbrieven van... je moet het geld terugbetalen. En ik was er ook mee bezig. Maar ga maar eens in je eentje... honderden mensen terugbetalen op een dag. Ja. Ik had dat geld wel. Want ik had wel wat gespaard. Met de webshop. Mm-hmm. Maar dit is niet makkelijk om dat in een dag allemaal terug te betalen. Ja. Dus mensen werden boos. En ik probeerde nog geld terug te krijgen van een leverancier, kreeg ik niet. Die zei van, ja, het is een taalbarrière, we hebben elkaar niet begrepen. Wat kut. Ja. Oké, okay. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het echt gewoon verschrikkelijk is. En nou, daar heb je toen uiteindelijk uitgewerkt. Ja. En toen? Ja, toen wist ik niet wat ik met mijn leven aan moest. Ik had geen geld meer. Ja. Ik had nauwelijks vrienden, want ik zat elke dag te werken. Ja. Ik kwam net uit de stage van 40 uur per week. Ja, die was klaar? Ja, die was toen klaar, want ik zat toen in Spanje toen het gebeurde bij mijn ouders. Mm-hmm. Daar had ik toen ook, dat had ik toen betaald van mijn stagegeld. Mm-hmm. En toen was er een vriend van mij, die was coach. Mm-hmm. En die gaf coaching met een soort van branded dropshipping. Ja. En dat liep destijds nog heel goed. En die zei, ja, ik wil je wel helpen, maar het kost je wel 5000 euro. Hij ging gewoon niet lager. Ook niet omdat ik een vriendin was. Mm-hmm. Dus daarom ben ik nu ook gewoon keihard geworden. Oké. Okay. En die zei gewoon, ja, ik wil je wel helpen, maar voor 5000 euro. Ja. Yeah. En ik had dat geld niet. Yeah. Ik had niks meer op dat moment. En ik zat echt in een burn-out, dus ik heb dat niet gedaan. En hij zat heel vaak op TikTok. Mm-hmm. Ik had vervelende muziekjes. Zo. Ik dacht, nou, daar moet ik helemaal niks van hebben. Hij zei, ja... Als je niet goed voelt, dan moet je gewoon een paar keer swipen op een dag. Dan voel je vanzelf wel beter. Er zitten altijd grappige dingetjes tussen. Dus ik vertikte het om die app te downloaden. Uiteindelijk heb ik toch die app gedownload. Mm-hmm. Ik dacht, nou, nu ga ik ook wel wat doen op dat platform. Yeah. Ik wil het ook wel even ontdekken. Dus ik een paar video's maken. Nou, en zo kwam ik op een gegeven moment aan samenwerkingen. Verdien ik ineens 3.500 euro per maand aan één samenwerking. Maar wat deed je dan? Wat doe je dan? Ja, ik begon gewoon met random video's, maar ik had geen idee wat ik aan het doen was. Yeah. Over jezelf? Ja, gewoon over ondernemen en zo. Ik dacht, nou, het is het enige wat ik doe in mijn leven. Dus ja, ik ging gewoon vertellen van die grappige dingetjes van wat je te horen krijgt als je een vrouw bent en je onderneemt. Toen op een gegeven moment ging ik steeds meer vertellen over affiliate marketing. Dat ik dan, waarmee ik destijds net was begonnen en wat ik daar dan mee verdiende. Daar verdiende ik ook een hele hoop geld mee op een gegeven moment. Dus ging ik meer video's over maken en werden mensen heel erg geïnteresseerd in. Mm-hmm. En zo is dat balletje gaan rollen. Toen dacht ik, wauw, dit kan ik ook andere mensen leren. Ja, maar wat voor samenwerking had je dan met een bedrijf? Ja, er was dan bijvoorbeeld een bedrijf die TikTok-video's wilde en die zagen dat ik het goed deed. Ja. Dus dan betaalden ze gewoon 3.500 euro gewoon om hun video's te maken per maand. Om hun video's te maken? Ja. En wat voor video's maak je dan bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld video met voordelen van een financiële app, want het was een financiële app. Ja. Bijvoorbeeld, je kan bijhouden hoeveel je in de maand kwijt bent met de Albert Heijn vergeleken met de Jumbo. Oh ja. Zodat je dat kan vergelijken aan het einde van de maand. Of schaven dan bijvoorbeeld andere energiemaatschappijen door die dan goedkoper waren of voor je mobiel. En daar ging ik dan video's over maken en dat sloeg aan. En op een gegeven moment niet meer. En toen ben ik ermee gestopt. En toen ging ik mijn eigen academy bouwen. Oké. Okay. Ik had daar wel... meer dan 15.000 euro mee verdiend. Damn. Ja. Lijp. En dat ging je gewoon letterlijk, dat heb je gewoon eigenlijk zelf uitgevonden dus. Ja, ik werd gewoon gevraagd. Ik kreeg gewoon een e-mail. Fucking ziek. En toen had ik echt nog helemaal niet veel video's geüpload. Ik had pas net 3.000 volgers. Ja. Ik begon net, zeg maar. Wat lijp. Ja. En ik wist ook helemaal niet waarom ik het aan het doen was eigenlijk. Dus het kwam gewoon op mijn pad. Gewoon. Ja. Ja. Mooi. En nou ja, mooi hoe je dan... doorzetten, hè? Dat vind ik altijd interessant van soms krijg je niet misschien het directe resultaat wat je dan wil met een bepaalde inzet die je daarvoor hebt geleverd, ja. Maar geeft het leven jou het op een andere manier, weet je wel. Dus dat was bij mij eigenlijk hetzelfde. Ik deed ook dropshipping helemaal op het begin, omdat ik wilde gewoon online werken. Ja, je wil iets doen. Ja. Deed ik met een vriend samen, dat kwamen we achter, dat voelde helemaal kut. Op een gegeven moment ging de samenwerking niet goed. Maar ook voelden we eigenlijk van... Ja, we dragen er niet echt bij, zeg maar, aan het leven. Gewoon allemaal kutproducten. Ja. Het is leuk om ervaring mee op te doen. Dat wel. Ik heb er heel veel van geleerd. Ja, 100%. Je leert ervan. Dus daarin is het ook altijd... Ik zie dat soort investeringen, ook qua tijd, alles...
het is een investering nog steeds. Je leert er zoveel van. Ja, sowieso. Dus het is nooit weggegooid. En toen ben ik high ticket sales gaan doen voor andere bedrijven. Oh. Dat heb ik wel een tijdje gedaan. Nice. Maar op een gegeven moment stond ik toen ook weer ineens bij helemaal niks. Na anderhalf jaar. Toen ineens was ik gewoon niks. Was niks. Ik stond gewoon weer bij waar ik stond nadat ik klaar was met school, zeg maar. Was klaar met school. Ik wist, ik ga niet doorstuderen. Ik ga ergens iets ondernemen of zo. En ineens had ik niks. En ik kon weer in een koffietentje beginnen. Ja, maar dat is het gevaar. Hè? Als je dropshipping doet, je bouwt niks op. Nee. En ook sales, je doet voor iemand anders. Ja. Maar het is wel chill om dat eventueel soort van te kunnen als een soort backup of zo. Tuurlijk. Ja, je hebt wel skills ontwikkeld. Ja. Die zijn geld waard. Ja. Kan je altijd op terugvallen. Altijd. Ja. Maar bij het koffietentje. Ja, en toen ineens in het laatste stukje van die high-tech sales had ik een samenwerking met een meditatiebedrijf. Waar ik een stukje coaching mocht doen. Ah. En ik mocht ook een stukje coaching doen in de cursus waar ik in zat. Alleen dat was dan op zelfontwikkeling. En zo ontdekte ik coaching. Eigenlijk aan het einde toen ik bij niks stond. Ja. En toen wist ik, daar wil ik iets mee gaan doen. Gewoon echt uit passie, weet je wel. Maar op dat moment had je waarschijnlijk nog niet echt door dat dat zo'n grote rol ging spelen in je leven. Nee. Ik dacht gewoon, oh ja, daar wil ik iets mee doen. Wat leuk. Toen had ik op een gegeven moment zelf een coach genomen om te kijken, hoe kan ik hier iets mee doen? Ja. Je moet beginnen. Ja, je moet beginnen. Je moet beginnen met video's maken al. En je moet gewoon dat. Dus toen ben ik gewoon video's gaan maken in 8-9 maanden. Om iets op te bouwen. En ik zag daarna wel iets. Ik zag daarna wel hoe ik het ging doen of wat. Of met wie. Oh, weet wow. Je wel. Dus je was wel dedicated vanaf het begin van, ik ga gewoon iets opbouwen, maar wat? Weet ik niet. Ja, maar ik vond het ook leuk, snap je? Dus het kostte me natuurlijk wel tijd en energie, maar het gaf me ook energie. En ik kreeg positieve reacties. En nou ja, of ik die dan kreeg of niet, dat boeide me eigenlijk niet. Want ik dacht, ik heb gewoon dingen te delen die je niet leert op school. Ja. En die moeten mensen gewoon weten in mijn beleving. Ja. Dus zo is het dan wel grappig. Dan vaak hebben verhalen altijd een beetje met elkaar te maken of zo. Ja. Dan zie je dezelfde dingetjes terug. Ja, een beetje overlap. Maar ik denk dat wel het meeste overlap is. Dus dat we allebei niet stil hebben gezeten. En kansen hebben gepakt. Mm-hmm. En risico's hebben genomen. Want dat zijn denk ik dingen die heel veel mensen dus laten liggen. En dan vooral het gedeelte risico's nemen. Mm-hmm. Want jij stond eigenlijk nergens. En je hebt wel een coach genomen om jou te begeleiden met iets waarvan je nog helemaal niet wist wat je wilde dat het ging worden. Mm-hmm. Dat is een risico dat je neemt. Ja. Ik bedoel, toen wist je waarschijnlijk ook nog niet van oplichters af en nepcoaches en zo. Oh zo, ja. Maar ja, bestaat dat veel? Ja, ik weet dat het heel veel bestaat in de e-commerce en zo. Dus in dropshipping en dat soort dingen. Nou, maar toch niet in coaching business? Oh, zeker wel. Ja. Ja, ik vind het echt jammer dat ik dit eigenlijk moet delen, maar ja, eigenlijk wel. Dat is verschrikkelijk. Ik spreek echt wel. Ik heb één heel schandalig verhaal, maar dat kan letterlijk niet op camera worden gedeeld. Ja, dat gaat echt verder dan alleen een video, zeg maar. Crazy. Ja, dat is echt heftig. En ook maar een paar mensen weten er vanaf en zo. En het is uiteindelijk allemaal niet uitgekomen en bla bla. Maar. Ja, ik ken dus wel mensen die, vooral omdat ik zelf ook mensen coach, die dan bij mij komen en die zeggen, joh, ik heb die of die ingeschakeld voor coaching of voor een cursus. En ja, toen kwam ik erachter dat diegene dat zelf helemaal niet meer deed. Kijk, bij jou is het iets anders, want jij, wat je ook zei van, jij geeft mensen in een coaching sessie echt die energie en jouw inzichten en weet je wel, met jouw kennis van nu, die kan je geven aan mensen die nog ergens anders zijn in hun journey, weet je. Maar als jij vooral iemand iets wil coachen, financieel gezien, moet je dat wel eigenlijk ook nog steeds toepassen. Ja, maar dat bedoelde ik ook, hè. Dus daarin weet ik dat er genoeg scammers zijn. Alleen ik denk dat als jij, ja, hoe de fuck kun je persoonlijk levensverhaal scammen, zeg maar. Dat zou wel heel raar zijn. Maar ik heb dat nog nooit gezien. Ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Oké, maar heel even terug. Toen ben je dat dus gaan doen. En wat voor de mensen die dus niet precies weten wat je doet. En ik even kort gewoon uitleg van wat doe je nou eigenlijk precies en wat leer je mensen? Ja, ik leer mensen om online geld te verdienen. Mm-hmm. En ik leg
veel de focus op bijvoorbeeld TikTok. Mm-hmm. Maar ik heb ook mensen die bij mij komen die letterlijk alleen geld willen verdienen met affiliate marketing. Okay. Of user generated content. Weet je dat je video's gaat maken voor bedrijven die een product of dienst verkopen. En dat je wordt gewoon verteld hoe het product is en dat soort dingen. Mm-hmm. Of mensen die virtual assistant willen worden. Of mensen die gewoon een online bedrijf willen opstarten. Wat nice. Ik heb eigenlijk heel veel soorten mensen die iets willen doen online. Mm-hmm. Maar vaak nog niet weten wat. En omdat mijn cursus dus zo uitgebreid is met verschillende verdienmodellen, hoeft ze ook nog geen keuze te maken in het begin. Ze kunnen gewoon alles kijken, alles met mij bespreken. Ze krijgen gratis coaching calls. En dan gaan we kijken, want voor niet iedereen is een verdienmodel goed, snap je? Iedereen, als jij je in iets gaat verdiepen, kan het best wel zijn dat je denkt, nou, dit is toch niks voor mij. Yeah. En het mooie is dat ze bij mij dan nog voor een ander verdienmodel kunnen kiezen. Yeah. En niet vastzitten aan één ding. Dat is wel chill, ja. Dat is wel echt nice. Ik vind ook dat je dat wel uniek hebt neergezet gewoon. Ik denk ook dat dat wel een van je successen is. Ja, ja, het is wel fijn dat als iemand zegt, ja, ik wil niks met TikTok doen, dan hebben ze nog 6 andere keuzes. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld nu ook tegenwoordig wel heel veel bedrijven die bijvoorbeeld een vrouw die heeft een eigen autobedrijf. Mm-hmm. Ze heeft ook minis. Ja. Heel gaaf. Nou, dat zijn dan wel de wat serieuzere bedrijven die ik dan begeleid, weet je. Dus mm-hmm. dat is wel nice. Of iemand die weddingplanner is. Ja, dat zijn wel serieuze dingen. Ja. Die heeft al 350 bruiloften mogen organiseren. Nou, dat ik die dan mag coachen. Mm-hmm. Ik vind dat, voel me vereerd. Ja, dat is toch vet? Ja, dat is geweldig. Ja. Leuk, joh. Heel vet. En ik ben wel benieuwd, want ik denk dat dat wel een stukje is wat... sommige mensen zullen misschien denken, interessant, vet, of willen ook online geld verdienen. Of denk ik wel beginnen met ondernemen, überhaupt gewoon. Ja. Je hoort er steeds meer over, want mensen zien het allemaal, maar ja, soms kan ik een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Ik wil het netjes houden, maar gewoon, dan denk ik, ja jongens, allemaal leuk dat je wil ondernemen, dit en dat, maar ik wil echt dat mensen beseffen gewoon waar je in gaat stappen, weet je wel. Je moet gewoon van je luie reet afkomen. Ja. Niet in excuses gaan denken. Nee. Actie ondernemen. Consistent zijn. Jij bent daar goed in. Ik ben er ook goed in. Dat moet ook. Dan moet je ook ontwikkelen. Ja, je moet ontwikkelen. Maar ik ben wel benieuwd. Want jij, zeg maar, je was vroeger lui. En je hebt dat natuurlijk ontwikkeld. Ja. Jij hebt mij voor de podcast verteld. Je maakt gewoon 2 video's postje per dag. Ja. Je bent daar veel mee bezig gewerkt. Heel veel. Hoe ontwikkel jij consistentie / discipline? Dat wil ik eigenlijk als eerste vragen. Ga ik wel even de camera checken. Ja. Ja, zeg maar. Oh ja, wacht. Okay. Dat alles nog doet? Ja. Ik doe altijd even checken, want ik wil niet dat... Dat zou zo kut zijn als het dan in één keer wegvalt. Maar ik vind de vraag over discipline ontwikkelen vind ik lastig, omdat het voor iedereen dus heel verschillend is. Oké. Zeg maar, als ik iemand bij mij krijg die niet gedisciplineerd is, dan laat ik die eerst heel erg bewust maken van wat ze niet leuk vinden aan hun huidige leven. Oké. Okay. Zodat hopelijk een soort motivatie ontstaat. Vanuit pijn? Ja, vanuit pijn toch wel. Ja, vaak, dat motiveert je ook gewoon, hè? Ja, het is ook gewoon heel hard. Maar vaak als iemand niet gemotiveerd genoeg is, vinden ze hun leven niet kut genoeg. Ja. Als jij je leven echt zo kut vindt, dan ga je wel iets doen. Ja. En als je dus niks doet, dan ben je nog te veel in je comfortzone. Ja. Dat is wat ik persoonlijk denk. Maar als je dan bijvoorbeeld naar mij kijkt, ik zou nu ook lui kunnen worden. Want ik vind mijn leven leuk. Snap je? Als je op die manier bekijkt. Ja. Maar je moet jezelf dus wel aanleren dat je elke keer verder wil komen. Dus je moet wel elke keer gaan kijken, oké, dit is nu mijn leven. Mm-hmm. Maar het kan nog beter worden. Dus wat wil ik veranderen? Dus je moet wel elke keer die pijn opzoeken. Oké, ja, dat vind ik dus wel interessant. Want ik merk bij mezelf dat ik ook wel ergens soms verlang naar juist minder. Dus in de zin van... Ik leef mijn droomleven nu al 1,5 jaar. Fucking bizar. Ja. En dan ergens, ik wil sowieso 100% heel de tijd door blijven groeien. En dat ga ik ook 100% doen. Maar ergens wil ik ook weer een beetje kalm daarin blijven. Omdat ik denk van, ja, wat zit er dan daadwerkelijk in dat meer? Want, weet je wel? Ja. Want ik denk ook van, ja... Ik kan heel mijn bedrijf nog verder gaan uitbouwen. En daar heb ik dan zit ik over na te denken. Ik zou in de lange termijn, weet ik veel, dan hebben we het echt over de lange termijn, ooit
mensen aan kunnen nemen die ook gaan coachen in mijn bedrijf, bijvoorbeeld. Hè? Ja, ja, ja. Maar wil ik dat echt? En wil ik echt zo groot worden? Want gaat me dat echt meebrengen? Want uiteindelijk, waarom ben je gaan ondernemen? Vrijheid, meer vrije tijd, waarvoor? Meer met vrienden of familie zijn, meer leuke dingen doen, et cetera. Ja. Maar ga je dat ook echt doen als je heel veel aan het werk bent? En ik heb me daarin, kan ik me nog wel eens verliezen. Dat ik gewoon keihard ga rammen. En dat ben ik nu de laatste tijd wat minder aan het doen. Omdat ik bewust wil blijven van waar gaat het echt om in het leven. Ja. Ja, je hebt voor iets gekozen en je wil jezelf daar weer niet in kwijtraken. Omdat je juist bijvoorbeeld de skill hebt ontwikkeld dat je consistent bent en dedicated. Ja, ja. Ja, daar kan je ook inderdaad in doorstaan. Omdat er wordt natuurlijk de hele tijd een worst voor gehouden. Van, je kan nog 5000 euro verdienen deze maand. Dus nog even 2 dagen harder werkt. Of nog even die extra uurtjes. Ja, nou ja, mij gaat het... natuurlijk is geld leuk, maar mij... Ik ben dan heel veel bezig met missie en impact en mensen bereiken en bla bla bla. Maar dan denk ik ook wel eens, bijvoorbeeld Tony Robbins bereikt heel veel mensen. Ja, wil ik echt zoveel mensen bereiken? Of, weet ik niet. Ja, ergens wel, ergens niet. Ik vind dat altijd interessant. Ja, je weet niet wat de gevolgen zijn. Daar zit ik wel eens over na te denken. Van wat zijn de gevolgen als mijn Instagram nog bijvoorbeeld harder groeit? Mm-hmm. Alles heeft een prijs, zoals Tibor mooi zegt. Dat vind ik hele mooi. Daar ben je de laatste tijd over aan nadenken van welke prijs betaal ik met alles? Ja. Elke keuze. Ja, en wil je dat dan? Want jij zei ook van... mensen herkennen mij soms wel. Mm-hmm. Maar ik heb al uitgelegd van... waarom ik wel snap waarom mensen jou herkennen. Met 5000 volgers. Mm-hmm. Maar ja, weet je... als jij dit effect nu al hebt met 5000... ja, wat heb je dan met 10? Ja, ik zou mezelf dat ook al vragen dan. Snap je? Kijk, ik kom nu misschien op weinig plekken. Mm-hmm. Maar stel, ik zou nu zeggen... ik ga deze zomer... naar festivals. Mm-hmm. En ik kom er dan ineens achter dat mensen mij herkennen van TikTok. Ja, ik denk het 100%. Dan zou ik waarschijnlijk wel denken van... misschien wil ik dit helemaal niet meer. Ja. Maar ik ben me er niet bewust van, omdat ik kom daar niet. Nee. Dus, misschien is dat ook mijn gelukje dan nu nog. Maar ja, ik ben daar wel heel benieuwd naar. Want voor de mensen die dan in weten, we hadden hiervoor ook even een leuk gesprek. Jij vertelt van, ik zie eigenlijk bijna niemand... Ja. Je ziet dan jouw vriend waar je relatie mee hebt. Ja. Voor de rest ben je gewoon heel veel aan het werk. Ja. Mm. Ja, ik ga je eerlijk zeggen, ik geloof niet dat het gezond is, snap je? Omdat wij zijn wel sociale wezens. Ja. Dus ik denk dat je op een gegeven moment heb je gewoon wel, denk ik hè, dat ergens gewoon nodig, gewoon sociale contacten of zo. Ja, gelukkig heb ik wel dan mijn coaching calls die ik elke dag heb. Ja, ja, oké. Dus je hebt wel... Ja, virtueel spreek ik wel mensen. Mm-hmm. En ik onthoud ook echt de verhalen die mijn klanten vertellen maar, en zo. Ja, maar ik heb het over gewoon, weet ik veel... gezellig een drankje. Juist, dat soort dingen. Ja, toevallig vrijdag ga ik met een vriendin. Mm-hmm. Maar die heb ik dan al 2,5 maanden, 3 maanden niet gezien, snap je? Ja, maar dus dat het is wel eens, maar echt bijna. Oké, ben ik nog wel benieuwd daarna. Waarom denk je dat je nog steeds eigenlijk dus als zo hoor, heb je dan niet nog steeds eigenlijk een beetje die prestatiedruk, zeg maar, die je ervaart? Mm-hmm. Ook op school? Ja. En ben je daar wel eens gewoon met iets mee aan de slag gaan van, waar komt dat vandaan? Wil ik dat wel ervaren? Kan ik daar niet iets aan veranderen of zo? Ik zeg niet dat het iets ergs is, hè, want het brengt ook hele mooie dingen. Maar... Nee, tuurlijk. Het heeft ook heel veel nadelen. Je moet natuurlijk ook wel weten waar iets vandaan komt. Zoals ik al zei, ik ga dus best wel regelmatig naar een psycholoog. Mm-hmm. Elke 2 weken. En daar heb ik het wel over gehad. Alleen mijn probleem is, denk ik, dat ik te veel voordelen zie in die dedication. Ja. Nu nog, hè? Ja. Er zal vast wel een punt komen dat ik dus wel een keertje helemaal alleen kom te staan. Mm-hmm. En dat ik dan denk van, dit is niet hoe ik mijn leven wil, weet je. Dan maar minder werken. Dan heb ik maar meer vrienden. Mm-hmm. En dat ik dan echt wil weten, dat ik er dan ook vanaf wil komen. En dat ik dan toch wel moet gaan graven in mezelf. Maar op dit moment ben ik nog, denk ik, te blij met het feit. Ja. En de doelen die ik heb, dat ik het ook nodig heb. Om dat te houden, zeg maar. Ja, maar soms moet je gewoon ergens doorheen gaan om erachter te komen. Of om een les te leren, snap je? Ja. Dat is ook zo. Ja, waarschijnlijk kom ik nog wel mezelf heel hard tegen, hoor. Ja, mooi dat je daar wel zo bewust van bent. Ja. Ja.
Maar dat vind ik ook weer wat hebben. Ja. Soms dan denk ik, laat leven het wel uitzoeken. Ja, mooi. Vind ik een mooie instelling. Ja. Ja. Nice. Oké. Nou had ik nog een vraag in mijn hoofd, maar ik weet even niet meer wat. Oh ja, dat wil ik even nog als laatste onderwerp aankaarten. Daar heb ik toevallig vorige podcast ook over gehad. Oh, als leuk. Een van de laatste dingen. Iets wat ik laatst tijd veel interessant vind is mannelijke vrouwelijke energie. Ja. Kijk, ondernemers is natuurlijk gewoon mannelijke energie. Bam, 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 bla, werken. Ik vind het heel interessant. Tibor, ken je Tibor? Ja. Die praat daar veel over. Of in ieder geval, daar heb ik het meeste van gezien en zo. Ja. Weet je daar iets van? Ja. Zeg maar, hoe zie jij dat? Ja, mij wordt wel vaak verteld dat ik veel mannelijke energie heb. Ja, omdat ik natuurlijk onderneem. En ja, dat je met geld bezig en met business en met werk. En je speelt een beetje baasje. En ja, ik vind mannelijke en vrouwelijke energie heel belangrijk. Dat het in balans moet zijn. Mm-hmm. En ik denk dat ik met mezelf nog heel veel uit te zoeken heb op dat vlak. Mm-hmm. Omdat ik dus heel veel mannelijke energie heb ontwikkeld. Mm-hmm. Door het ondernemen. Terwijl eigenlijk in werkelijkheid zou ik het graag anders willen zien. Okay. Ik zou graag wel wat meer balans willen hebben. Ja, maar ik moet zeggen, ik vind jou niet een typische, dat je extreem, zeg maar, je ziet ook gewoon genoeg vrouwelijke energie, zeg maar. Vind ik bij jou, hoor. Ik vind niet dat je alleen maar, dat je een halve vent bent. Dat vind ik totaal niet. Nee, maar dat niet. Is wel in mijn privéleven wat wel voor moeilijkheden heeft gezorgd. Ja, dat geloof ik. Mannen vinden dat soms ook lastig. Soms. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want een man kan alleen een echte man zijn als de vrouw ook echt vrouw is. Snap je? Als je dat laat qua uiterlijk ben ik dan wel vrouw. Ja. Alleen, ja, een man hoeft zich geen zorgen te maken dat ik op vrijdag dronken in de club sta. Want ik drink niet. En ik heb bijna geen vriendinnen die uitgaan. Mm-hmm. En ik ga nooit uit. Ja, maar daar hoef je geen vrouw of man voor te zijn, toch? Nee, maar het is wel een beetje van die man die wil zorgen over een vrouw, beschermen. Mm-hmm. Bij mij zou die situatie, en dan is dat uitgaan dan een beetje een stom voorbeeld, maar die situatie zou dus niet zo snel voorkomen, snap je? Waardoor zo'n man ook niet snel de gelegenheid krijgt om in die mannelijke energie te staan. En dat veroorzaakt dus helemaal zelf. Ja, interessant. En hoe zie jij jezelf over 3 jaar? Ja, eerst wil ik weten hoe jij er tegenaan kijkt. Oh, mannelijke en vrouwelijke energie. Ik ben daar nog in een beginfase in van wat een mannelijke en wat vrouwelijke energie is. Dus ik kan daar niet heel veel interessante dingen over zeggen, want dat ben ik nog aan het onderzoeken. Heb ik ook. Maar ik vind het wel gewoon interessant. Ik vind het gewoon interessant ook om bij mezelf te onderzoeken van, hey, wat is mannelijke energie, wat is vrouwelijke energie? Wanneer ben ik te veel in mijn mannelijke of te veel in mijn vrouwelijke energie? Want ik weet van mijzelf dat ik als man zijnde ook best wel veel vrouwelijke energie bij me draag. Omdat ik veel bezig ben geweest met voelen, et cetera. En ik denk niet dat het helemaal, kijk, als man moet je juist denk ik ook leren voelen. Ja, op de juiste momenten. Ja, maar dat vind ik dan allemaal interessant. En soms kan ik weer veel te veel in mijn mannelijke energie zitten met veel te veel rammen en dat soort dingen allemaal. Hoe kijk ik daar tegenaan? Ik vind het gewoon interessant om bij mezelf te ervaren waarin ik, wanneer ik een vrouw zie van, hey, wat is vrouwelijke energie, wat is mannelijke energie? En dat ook bij mezelf, en zeker nu ik in een relatie zit, dan komt er natuurlijk extra, ga je dat ervaren. Ja, tuurlijk. Dus ik vind dat gewoon heel leuk. Nu word je echt geconfronteerd met die vrouwelijke mannelijke energie. Ja, dus ik vind dat wel mooi. Ja, en in het begin zie je het nog niet. Dat is het grappige. Ja, grappige. In het begin zie je dat niet. Pas als je echt met z'n tweeën door dingen gaat, moeilijke gesprekken, dan pas ga je echt tot de kern komen en ga je zien wie heeft op dit moment meer mannelijke of vrouwelijke energie. Ja. En dat ga je niet zien in het dagelijks leven. Nou, niet zo diep in ieder geval. Ja. En dat is wel interessant, want ik weet niet, heb je veel relaties gehad hiervoor? Nee. Nou, dan ga je jezelf nog wel tegenkomen. Ja, als je dat nu nog aan het onderzoeken bent, inderdaad. Ik heb dat ook hoor. Dat ik dat soms nog wel lastig vind. Al helemaal omdat er niet veel vrouwen zijn die zoveel mannelijke energie hebben als ik. Kan ik me soms ook niet echt vergelijken met een andere vrouw. Van, oh, hoe doet zij dat dan? Ah, ja. Dat vind ik soms lastig. Maar ik denk dat je wel mooie verhalen hebt van vrouwen die dan
Terwijl van de mannelijke energie heb ik gezeten en dan daarna meer in het vrouw zijn stap, ik denk het wel. Oh, moet ik daar misschien wel mee? Ik weet even niet 1, 2, 3, maar ik zal straks even denken van, wie zou dat ook weer? Oké, wil ik hem, wacht even trouwens, nee, even terug naar die van over 3 jaar, hoe zie jij zelf? Wat is jouw toekomstvisie? Ik zit dan waarschijnlijk in het buitenland. Mm-hmm. Gewoon wonen vast? Ja, ik ga denk ik wel, wat ik van plan ben is bijvoorbeeld half-half te doen. Dus half Nederland, zoiets half buitenland. Ja, en dan wel nog gewoon de mogelijkheid dat als ik dan een half jaar in Nederland ben, dat ik ook nog andere vakanties maak. Snap je? Want ik vind het wel leuk om nog steeds nieuwe plekken te ontdekken. Mm-hmm. Maar ik voel ook wel dat als je je rust wil hebben, moet je op één plek blijven. Ja, moet je op één plek blijven. Ja, niet de hele tijd. Dus ik heb een goede verbinding met Dubai. Dubai vind ik leuk voor 10 dagen max. Okay. Dat vind ik leuk om 1 keer per jaar te doen. Okay. Maar voor de rest zou ik het wel fijn vinden om eigen plekken te hebben in Spanje. Zodat ik daar alles kan opbouwen en ook kan verhuren als ik in Nederland ben. Mm-hmm. Dus daar zie ik mezelf over 3 jaar. Mm-hmm. En dat ik nog steeds deze business run. Mm-hmm. Maar dat ik ook wat grotere bedrijven nog kan begeleiden. Ja. Ja, dat is eigenlijk mijn doel. En dit van jou? Hoe 3 jaar? Ik had dat eerst altijd heel vast staan, maar ik ben dat iets meer losgeschud, omdat er gewoon bepaalde dingen zijn veranderd. Ja, snap ik. Maar ik zie mezelf dan meer ook op live events doen. Ik weet alleen nog niet wat, dat mag ik in mijn reis nog meer gaan ontdekken. Nou, bijvoorbeeld dat, maar ook weet ik veel, workshop of spreken of storytelling. Ik wil me ook ontwikkelen als spreker, omdat ik het vet vind gewoon. Leuk om dat meerdere plekken te kunnen doen, om op die manier aan grotere groepen tegelijk energie door te kunnen geven. Ik zie jou dat ook echt doen. Ja, ik ook. Ja, mezelf. Ja, heel nice. verder zou ik ook nog coaching doen, maar dan, ik heb als visie steeds dat het zeg maar steeds dat minder gaat worden, exclusiever. Dat ik gewoon met bepaalde mensen nog maar wil werken, omdat ik weet van ja, ik kan dan 1-op-1 energie geven en iemand helpen alleen. Maar lijkt het, ja, ik voel gewoon daar een grotere missie dat ik gewoon een grotere groep wil verspreiden of zo. Ik weet niet dat. Yeah. Dus dat zie ik mezelf dan meer doen. Ik zie mezelf ook in het buitenland wonen, in ieder geval voor bepaalde tijd. Voor een bepaalde tijd. Zou je ook wat kopen dan ergens? Ik ben wel van plan om uiteindelijk te gaan kopen, ja. Ja, en dan in gewoon, buitenland. Gaan verhuren ook als ik er niet ben. Ja, precies. Ja, tuurlijk. Ja, 100%. En verder ga ik gewoon bewust genieten, verder uitbouwen. En ja, ik ga nu niet exact de vorm beschrijven. Ik kan dan verschillende ideeën opnoemen. Maar daarom wil ik het ook een beetje overlaten aan de flow van het leven. Van welke vorm wil het dadelijk nog meer gaan krijgen. Ja. Dat. Ja, ik vind het ook wel mooi dat je inderdaad het leven het soms ook laat uitzoeken. En dat je niet te erg vasthoudt aan een bepaald beeld en zo. Want als je dat misschien te erg had gedaan, dan had je ook niet de kansen gepakt die je nu wel hebt gepakt in het leven. Zeg. Ja, en het is wel belangrijk om dat te doen. Om die visie te creëren, om die richting te bepalen, om die doelen te stellen. Om dat eindresultaat helemaal gewoon te zien. Maar dat je er ook niet te extreem aan vasthoudt, vind ik. Ja. Dat het ook een beetje mag vormen als het anders wil lopen, weet je wel. Ja, daar ben ik het wel mee. Nice. Leuk gesprek. Ja, nice. Ik hoop ook sowieso dat mensen er lekker veel inzicht uit halen. Maar als je nu nog steeds aan het luisteren bent, dan 100%. Ja. Ik stel altijd een laatste vraag. Ja. Wat wil jij meegeven aan, als je kijkt naar de nieuwe generatie, of eigenlijk gewoon aan de mensen uit iedereen die dit nu luistert. Wat wil jij vanuit je hart meegeven aan iedereen die nu luistert? Heel leuk. Nou, ik zou sowieso 1 ding vind ik heel belangrijk. En dat is dat je weet dat alles wat je wil bereiken, je kan bereiken. En dan heb ik het niet gelijk over op een heel groot podium staan en voor heel veel mensen spreken. Dat kan ook, maar dat heeft wat meer tijd nodig. Maar als jij bijvoorbeeld online wil gaan werken, om als voorbeeld te geven, of 1 jaar lang wil gaan reizen, weet dan dat dat mogelijk is. Er zijn genoeg mogelijkheden, alleen je moet wel de zelfverzekerdheid in jezelf vinden om ook die stap te willen nemen. Maar weet dat alles mogelijk is wat je wil eigenlijk in het leven. Ja, mooi. Ja. Hebben genoeg mensen nodig om te horen.
Ja, te veel. Als je dat eenmaal ontdekt, jongen, dat alles mogelijk is, dan wordt het leven een soort speeltuin. Ja, ja, dan zie je alles als een soort game. Ja, ja, maar dat heb ik ook, hè. Dus ik heb, kijk, ik wil misschien niet te verder gaan uitbouwen, maar ik heb ook wel zoiets van, hè, stel, ik zeg op een gegeven moment, ik kap ermee voor een of andere reden, of ik wil iets anders doen, hè, dat kan. Dan kan dat, zeg maar. Dan kan ik gewoon totaal iets anders gaan doen. Ja. En dan ga ik dat gewoon doen. Omdat, het, omdat het mogelijk is. Ja, je kan alles weer opbouwen. Ja. Maar heel veel mensen zijn gewoon te bang geworden, denk ik. Mm-hmm. Dus jammer. Waardoor, denk je? Ik denk ook omdat er heel veel misbruik wordt gemaakt van mensen die maar gewoon wat kopen. Ja, maar ik denk toch ook wel gewoon door ja, ik vind dat wel interessant trouwens, want mijn ouders die hadden natuurlijk ook allemaal angst overtuigd die ze op mij gooiden toen ik begon met ondernemen. Mij, en dat zal bij bijna iedereen zijn, maar ik vind dat dan wel interessant van waarom laat de ene zich wel tegenhouden door die angst en de andere niet. Ja, dat is inderdaad een goeie. Ik denk toch wel, ik weet niet hoe jij dat hebt gedaan, maar ik denk bij mezelf dan toch wel door het te doorbreken, door die angst aan te gaan, door uit je comfortzone te gaan, door koude douche te nemen, door ijsbad in te gaan, door naar events te gaan, door die investering gewoon toch te maken, ook al ben je er bang voor. Maar al dat soort dingen. Ja, gewoon doen. Ja. Ik denk ook voelen vanuit binnen. Ik voelde echt dat ik dat wilde gaan doen, dus ja. Het maakt me niet uit wat iemand tegen me zei. Ja. Juist als iemand tegen jou zegt, dat moet je niet gaan doen, en je voelt dan dat je het juist liever wil. Mm-hmm. Dat je er gewoon nog tegenin wil gaan. Yeah. Dan moet je het juist doen. Dan ben je juist meer overtuigend van je zaak. Yeah. Hoe meer mensen tegen je zeggen dat moet je niet doen, hoe meer je gaat nadenken waarom je het wel moet doen. Yeah. Maar je gaat jezelf blijven overtuigen. Yeah. Dus die kracht die wordt alleen maar sterker. Yeah. Mensen, zo heb ik het. Maar je hebt ook mensen die natuurlijk onzekerder van worden. Yeah. Dus daar moet je niet veel naar andere mensen luisteren. Je moet alleen maar naar mensen luisteren die op de plek staan waar jij wil komen. Juist. Of mensen die jou gewoon inspireren in het algemeen. Ja. Die jou iets hebben geleerd. Ja. Anders moet je gewoon niet. Ja, je ouders zijn heel aardig. Maar je ouders staan waarschijnlijk niet 9 van de 10 keer op de plek waar jij wil komen. Nee, die leven. Het is dan van mensen, mening van anderen. Vrienden of familie. Maar leven die mensen het leven wat jij wil leven? Doen die mensen wat jij wil doen? Of hebben ze die dat gedaan? Nee. Nee. Dus waarom zou je dan naar luisteren? Ze hebben niet die journey gevolgd die jij wil. Ja. Dus hoezo kunnen ze jou vertellen wat je wel of niet moet doen? Exact. Wij hebben dat toch niet gedaan? Bam. Ja. Mooi afsluiter. Ja. Zweet handig. Bam. Ja. Oké. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit op Spotify luistert, doe even een reviewtje, want dat vind ik helemaal mooi. Op YouTube, like je omhoog, abonneer knopje aan. Als mensen jou willen connecten, als ze een vraag hebben of zo, na deze podcast of over wat je doet. Ja, mag kun je gewoon een Instagram DM. Ja, ik beantwoord alle DM's. Dus. Okay. Ik zet jouw linkje in de beschrijving. En verder, ik heb genoten van het gesprek. Ja, vond het leuk. Ik ook. Heel leuk. Zoveel onderwerpen. Ja. Heel nice. Heel nice. Oké. Okay. Geniet bewust van dit moment, zeg ik altijd. En tot de volgende.